Het is alweer de laatste vakantievlog vandaag. We gaan vandaag terug naar Holland. Dit is wel heel erg jammer. Ja, maar er komt overal wel weer een einde aan. Maar in ieder geval, wij gaan de auto nu inladen. We zijn lekker vroeg opgestaan, 6:30, omdat er om 11:00 noodweer in Italië wordt verwacht. Dus dan zijn we al een beetje misschien Italië uit. Dus het is nu 7:30 en dan gaan we zo vertrekken. Dus we gaan vertrekken naar Nederland. Jee. 2 à 3 uurtjes erop zitten. We zijn nu bij Trento Noord. Ik laat hier wel even een plaatje zien van hoe ver we zijn. Ik kom even een vliegende mier of zo op mijn neus zitten. Maar ja, we zijn nu in ieder geval bij Trento Noord. Beetje het einde van Italië, bijna dan. We zijn er nog niet uit. We zaten ongeveer 4 uur rijden van waar in Jesolo naar het noorden van Italië, dus de Brennero. Maar ja, dit is onze eerste stop in Italië en ik denk ook gelijk de laatste stop. Ja, dus bedankt voor het mooie weer in Italië. En hopelijk tot volgend jaar gewoon. Ja. Komt overal wel een keer een einde aan. Had ik jullie al gezegd vanochtend. Dus wij gaan verder met de reis. Kijk dan even hoe mooi hoe dat eruit ziet. Maar in ieder geval, wij gaan verder met de reis. Dus veel plezier kan ik het niet noemen. Want we gaan terug naar Nederland. Yes. Nee, dus. Wij gaan in ieder geval verder met de reis. Pit stop 2. We zijn nu hier zo net boven Innsbruck. Net iets boven Innsbruck. We zijn even naar de wc geweest. Dus gelijk een beetje aan het druppelen in Oostenrijk. Je ziet het Oostenrijk natuurlijk weer lekker druppelen. In Italië was het wel droog. Maar wij gaan verder met de auto. En we zien jullie later nog wel. Bij de... Ja, hier zien we al McDonald's. We hebben even lekker iets naar binnen gewerkt. Het is op dit moment nog lekker aan het regenen. We zijn nu bij Nuremberg, dus we hebben nog een uurtje of 7 te rijden. Het is nu 5:30. We hebben echt een lange tijd in de file gestaan. Dus hopelijk kunnen we dadelijk een stukje doorrijden. En zijn we snel thuis. Want in de auto blijft zitten 15 uur lang is geen pretje, kan ik jullie vertellen. Dus even naar de wc en we gaan weer verder. Het is 11:30. Ik ben even proberen een beetje aan het slapen. Het is gewoon al pikken donker. We hebben er net gewoon 2 uur lang in een file gestaan. 2 uur lang en gewoon niet gereden. Totaal niet, omdat er wegwerkzaamheden was. En dan niemand was aan het werk. Dus dat was nog echt het bizarre gegaan. Ja, logisch dat ze dan om 10:00 s'avonds gewoon niks doen. Maar alsnog, waarom haal je die bordjes dan niet weg? Kijk dan. Oh, het is koud. Ik kan zien dat ik weer weg uit Italië van 27, 30 graden naar 12 graden. Dus top. Ik heb ook een lekker warme deken hier binnen zitten in de auto. Dus hopelijk is dat lekker. Ja, tot nu toe is het wel lekker. Want met 12 graden is het niet echt heel erg fijn. Dus wij gaan nog 300 kilometer rijden. We komen om 2:30 s'nachts aan. Dus we mogen nog wel even een stukje. We zijn net Frankfurt voorbij. Dus top. We zijn weer thuis. Het is 5:30 s'nachts. Wij zijn nu thuis aangekomen. En ik heb nog even een 3 uurtje kunnen lopen. Pit. Dus dat is wel hartstikke fijn. Nu ga ik zeker nog even pitten. Even de auto eruit laten. En dan ga ik opnieuw mijn nest in. Ik wil
hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken bij deze vakantievlogs. Hopelijk vonden jullie deze leuk. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden bedankt voor het licht. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.